studio en welkom terug bij de Crew 2. En vandaag gaan we kijken naar een gloednieuwe auto. En dit is een nieuwe Porsche volgens mij. Ik zag iets op Twitter voorbij komen, dus ik ben benieuwd. Maar voordat we verder gaan, eerst even een woordje van onze sponsor. Deze video is mede mogelijk gemaakt door de MSI Optics MAG 274 QRF. Dit is dé perfecte monitor voor de fanatieke gamer en e-sporter. De monitor heeft een 27 inch 2560x1440p display met 165 Hz. Dit zorgt voor supervloeiende beelden, wat vooral belangrijk is in shooters en race games. Daarnaast heeft de monitor een 1 milliseconde gray-to-gray response tijd, wat betekent dat alles supersnel reageert. En is wederom een echte must voor e-sporters. De monitor maakt ook gebruik van een Rapid IPS paneel en heeft een wide color gamut. Nou, wat dit betekent is simpelweg dat het kleurbereik groter is, waardoor de kleuren nog accurater zijn. Verder is de monitor voorzien van FreeSync en G-Sync compatible. Dus of je nou een Nvidia of een AMD videokaart hebt, je hebt niet langer last van die vervelende screen tearing. Verder is er nog één mode die super fijn is en dat is Night Vision. En wat dit doet is, het zorgt ervoor dat donkere delen in de map lichter worden. En dit is ideaal voor shooters, want ik denk dat we het allemaal wel eens meegemaakt hebben dat er een enemy in een donker hoekje verstopt zit en dat je hem gewoon niet kan zien. Nou, dit verhelpt dat probleem. En dat is gewoon super chill. Mocht je nog meer informatie over deze monitor willen, zou ik zeggen, check de link in de beschrijving. En dan gaan we snel verder. Hey, daar is hij dan. De Porsche 911 GT1 Straßenversion. En dat is hoe je het moet uitspreken. Op zijn Duits. ik zei trouwens ook Porsche. Dat is ook de officiële manier om het uit te spreken. Porsche. In plaats van Porsche. Ik zeg ook vaak gewoon Porsche. Dat is gewoon een beetje geaccepteerd. Is eigenlijk hetzelfde verhaal als met Forza en Forza. Het is eigenlijk Forza, maar iedereen zegt Forza. Dat is ook met Porsche. Het is eigenlijk Porsche, iedereen zegt Porsche. Laat maar in de comments achter wat jij zegt. Maar ja, dit is een gloednieuwe auto. De 911 GT1 Straßenversion. En ik denk niet dat we er lang omheen gaan draaien. We gaan hem gewoon eens even aanschaffen. En ik neem aan dat dit dus de hypercar versie is. Want dit is eigenlijk een officiële een racecar. Maar het is de Straßenversion. Dus de street versie. Yep, het is de hypercar. Dat is goed nieuws, want dan kunnen we meer gebruiken. En voor $839.000, dat valt me ook reuze mee. Ik had sowieso meer dan 1 miljoen verwacht. Of crew credits, maar die geef ik niet uit. Dus dat is nice. Volgens mij heb ik een soortgelijke auto al in de game zitten. Ja, daar kijken we zo meteen wel even na. Zal ik eerst even een testritje doen? Kunnen we in principe wel doen, hè? Oh, het regent. You serious? God damn it. Maar dit is hem dan. Is echt een vette auto, hoor. Ook die achterkant, jongen. Die achterkant is zo nice. Kijk dan. Dat is ook fantastisch. Ik vind het echt een hele mooie auto. Oprecht. Die spiegels zijn wel een beetje raar. Die zitten een beetje op een gekke plek. Maar dat geeft ook een beetje karakter. I like it. Weet je wat? We doen gewoon even een testritje. Kan mij het boeien. Kijk eens aan. Ja, ik ben wel blij dat het een hypercar is. Want ik kan me herinneren dat ik zo'n Porsche een keer gekocht heb. En dat was toen zo'n tracktoy. En die gebruik ik nooit, omdat ik nooit die races doe. Die races zijn een beetje saai. Hypercar races daarentegen zijn wel nice. Ik vind het wel een beetje een treurige dag vandaag. Dan zie ik nog liever sneeuw. Net zoals Nederland momenteel. Nou, dat was een korte testrit. Was dat 30 seconden of zo? Weet je wat? I don't care. Ik koop hem toch gewoon. De vraag is alleen, in welke kleur? Ik moet zeggen, in het wit ziet het er wel nice uit. Maar ik denk dat we voor blauw gaan. Ik zag hem net al in een blauw. Dat is wel clean. Je kan hem ook in het rood. Een beetje lichtrood. Lichtrood. Klinkt toch raar. grijs en geel. Rood is wel vet, toch? Maar ik wil eigenlijk voor blauw gaan. Ik ga voor blauw. We hebben maar één velg die we kunnen kiezen. Komt er goed uit. Deze is toch super nice. En dat was hem dan. $839.000. Hartstikke idee. Nou, ik ga ervan uit dat je hier verder eens niks aan kan doen qua tuning. Want kijk hem eens aan. Iemand zit al een beetje jaloers te kijken naar mijn auto. Deze is voor mij, jongen. Ja, ik zie het wel. Ik zie je wel jaloers kijken. Ja. Neem eens een beetje afstand, jongen. Daar beschadig je hem. Hij ziet er wel veel beter uit in het blauw. Oprecht. De ding is sexy. Hoe ga ik nou rijden met dit ding? Want... Oh, drive. Net, ja. Ze moeten echt meer van dit soort modellen uitbrengen. Ze hebben recent eentje gedaan, volgens mij. Maar ik weet niet of dat een street auto is. Volgens mij niet. Jawel. Ik twijfel. Volgens mij heb ik die letterlijk in deze game zitten trouwens. Ik kan even kijken. Kijk, dit is hem dan.
En dit is de oude versie van 1977. Er is hier een nieuwe versie van uitgekomen. Alleen die zit niet in de game. Ik dacht dat dit die nieuwe was, maar dat is helemaal niet. Maar dit is een touringcar, zoals je kan zien. En die kan je dus niet gebruiken in street races, wat een beetje lullig is. Dus ik ben blij dat onze nieuwe auto dat wel is. En de zon schijnt weer. Kijk eens aan. Incredible. Het ziet er zo goed uit in het zonlicht, jongen. Kijk die shine. Ik moet zeggen dat hij best wel lekker rijdt. Hij is niet echt super snel, maar dan gaan we zo meteen gaan werken met die upgrade. Maar het is wel een lekker autootje. Op zich ook logisch, het is een raceauto. Dus die horen goed te rijden. Maar toch. Ook die roof scoop is zo locht, hè. Dat is een groot ding ook, man. Damn. Ik ben ook wel benieuwd wat voor liveries mensen gemaakt hebben. Waarschijnlijk van die officiële racecar liveries. Kan oprecht wel nice zijn. Maar ik wil hem eigenlijk gewoon blauw laten. Ik vind hem wel mooi zoals hij nou is. Dit blauw doet me ook een beetje denken aan die... Die Nissan racecar. Ik weet even niet hoe dat ding heet. R390 of zo. Ik kan zo meteen wel kijken. Ik heb hem volgens mij zelf ook. Die heeft dezelfde kleur. Of in ieder geval een kleur die er heel erg op lijkt. Ik had nog gelijk ook. Het is de R390. En zoals je kan zien, deze is ook blauw. Alleen die andere is toch wel wat mooier. Even kijken, staat hij hier? Hij staat hier. Waar staat hij? Oh, hier. Ja, dit is wel een mooiere kleur blauw. Maar beide blauw. En hoe meer ik hem zie, hoe vetter ik hem vind worden. Echt oprecht. Dit ding is zo nice. En nogmaals, de prijs valt me niks tegen. Nou hoop ik alleen dat er hier nog wat mogelijk is. Er is een hoop mogelijk. Wat? Oh, damn. Oké. Ik ga er even goed voor zitten. We hebben 6 verschillende motorkappen. Deze is standaard. Ik wil eigenlijk wel dat kleine intakeje aan de voorkant laten. Dat is een beetje iconic. We gaan eens even kijken wat er allemaal is. Kan ik voor dubbel gaan? Oh ja, oké. Er zijn niet heel veel opties. Er zijn alleen dan in carbon fiber. Dit is op zich ook wel clean. Het ziet er allemaal wel prima uit. Al vind ik deze, nogmaals, zoals ik al zei. Dit ding is iconic. Met zo'n klein dingetje in het midden. Dus die laten we zitten. 12 verschillende voorbumpers. Oh. Oh, dat ziet er wel raar uit, die koplampen. Oké. Voornamelijk dus verschil in koplampen. Er zullen waarschijnlijk verschillende Porsche modellen zijn. Gok ik. De voorbumper zelf verandert ook al iets. Ah. Oh, die kan je carbon fiber maken. What? Het valt me nou pas op dat die fenders inderdaad zo'n kleine flare hebben. Ik twijfel een beetje. Ik vind het niet echt mooi. Maar misschien als je dan die sideskirts ook doet, dan loopt het door. Dat zou op zich wel nice kunnen zijn. Dus we kunnen even kijken naar de sideskirts. Oh, we hebben ook nog de mirrors. Die kan je carbon fiber. Of van deze hele kleintjes. Nope. Dat mooi zoals het is. En wat ik al zei, deze kan je inderdaad helemaal carbon fiber maken. Dat is helemaal carbon fiber. Ik wil eigenlijk wel zien hoe dat eruit ziet. Dus ik ga het heel even doen, gewoon even om te kijken. En dan dus ook die fenders. Is wel echt gigantisch. Oh, dat loopt niet door! Maat, dat is zo'n gemiste kans. Dat ziet er zo naar uit. Ah, dat ziet er echt heel naar uit. Nope. That is a big nope for me. Rear fender, hetzelfde verhaal. Yup. En dan komen we aan bij de wing. Er zit al een big wang op. Die kan je carbon fiber maken. Dat is op zich wel oké. Of een delete. Wauw. Nee. Het mist wel een wing. Die is heel lelijk. En ga ik nou saai doen? Ga ik nou gewoon alles standaard laten? Is het weer zover? Het is denk ik weer zover. 15 achterbumpers. Waarschijnlijk andere achterlichten. Yup. Blacked out. What? Ik ga toch eens deze proberen. Het is een beetje modern. Misschien te modern voor de auto. Maar probeer het toch eens eventjes. Interieur kan je rood maken of zo. I don't know. Ik laat het gewoon even zwart. Ik heb er dus eigenlijk bijzonder weinig aan gedaan. Ik zou nogmaals die spoiler kunnen veranderen. Ik denk gewoon dat ik hem laat zoals hij nou is. Ik ga even kijken wat mensen gemaakt hebben bij de top 100. Is dit een officiële livery? Hij komt me bekend voor. Ik denk dat ik hem ken uit Gran Turismo. Maar ik weet niet of hij op deze auto hoort. Ik zit nou heel erg te twijfelen of ik voor deze ga of voor blauw. Ik denk dat ik voor deze ga. Ik vind het blauw super nice. Maar misschien een beetje saai. Dus we gaan voor deze. Misschien dat ik hem straks nog verander. Deze is goed gelukt hoor. Deze ziet er echt nice uit.
We zijn er klaar voor, jongens. Kijk eens aan. In principe heb ik nou best of both worlds. Want ik wil hem in het begin wit of blauw hebben. Nou is hij wit en blauw. die achterlichten zijn nog steeds een beetje raar. Wat te modern voor de auto. Maar hey, het is leuk dat het kan. We gaan eens even rijden. We gaan zo meteen even een race starten. Eerst even een klein testritje doen met mijn eigen auto nou. Dat dit wat sneller is. Volgens mij is het zo dat de topspeed van al die auto's hetzelfde is. Als je al die upgrade parts erop hebt zitten. Alleen de acceleratie is anders. En volgens mij ook gewoon een beetje de wegligging en zo. Dus dat is het belangrijkste, hoe die rijdt. Gewoon de feeling van de auto. We hebben hier Duke. Wat is Duke aan het doen? Dukie, wat heb jij voor een auto? Jij hebt een ongeluk gehad. Succes ermee. Beterschap. Hé, daar heb je Duke weer. Kijk eens aan. Onze makker. Of zit hij... Is dat nog steeds... Dat is dezelfde weg. Ik heb een rondje gereden. En ja, ik weet niet precies wat ik aan het doen ben nou. Want ik ben op zoek naar een hypercar race. Misschien hebben we hier een hypercar race. Waarschijnlijk een street race. Een drag race. Kijk, dat is het probleem met deze game. Al die symbolen zijn geel. Dus ik weet van tevoren niet wat het nou precies is. En ik ben dus op zoek naar een hypercar race. Weet je wat? Ik open wel gewoon even de map. Want dit schiet niet op. Ik ben al de hele tijd rondje aan het rijden. En ik heb blijkbaar ook een upgrade gekregen. Oeh, what the... Wat zijn dat voor banden, man? Come on. Oeh, dat komt goed uit. We moeten een hypercar race event winnen. Dat gaan we sowieso doen, want dit is een hypercar. Dus, hell yes. The road to New Orleans. Ik heb het idee dat ik die recent nog gedaan heb, maar ik weet het niet zeker. Dus we doen hem gewoon nog een keer. Wat kan mij het verrekken? We doen hem gewoon nog een keertje. Hey, het sneeuwt weer. Kijk eens aan. De sneeuw is alweer weg, jongens. Ze weten ook niet wat ze willen, hè. We hebben deze video echt alles al gehad. We zijn begonnen in de regen. Toen kregen we zon. Toen kregen we sneeuw. En nu zitten we ertussenin. Het wegdek is nat. De zon schijnt een beetje. Het hele milieu slaat op hol. Maar ja, we rijden alweer eerst. Het is alweer zover. En dan op Ace Difficulty. Het is echt makkelijk. En ik zat trouwens laatst te denken. Volgens mij hadden ze Ace Difficulty later toegevoegd, toch? Dat zat er niet in het begin al in. Dus ik hoop dat ze ooit nog beslissen om nog een moeilijker niveau toe te voegen. Dat ze echt super nice zijn. Al denk ik niet dat ze dat zullen doen. Want als ze het niveau verhogen, dan moet je ook weer de payout verhogen. En dan verdienen mensen waarschijnlijk te makkelijk geld. Dus ik denk niet dat dat ooit nog zal veranderen. Al hoop ik van wel, want het zou wel leuk zijn om echt een uitdaging te hebben. Want ik rijd overal tegenaan en ik rijd alweer 5 seconden voor, dus... Yeah. Weet je wat, we rijden gewoon lekker rustig uit. Lekker een beetje toeren met onze nieuwe auto. Het zal allemaal wel. En ik moet zeggen, hij rijdt wel lekker. Al heb ik zelf al een beetje moeite met rijden. Wel ben ik niet helemaal happy met deze livery. De livery zelf ziet er echt super goed uit. Alleen, auw. Ik vond dat blauw eigenlijk ook wel nice. En vooral omdat het de Strassen-version is. Het is de streetcar-versie. En dan ga ik er een racecar livery op gooien. Is een beetje tegenstrijdig. Zal ik dit onder de 4 minuten kunnen finishen? Ik denk het wel. We hebben nog een half minuut te gaan. En we zitten bijna op 90%. Dit wordt close. Ik denk dat wij het kunnen, boys. Hell yeah. En wat zullen we zo meteen gaan doen? We kunnen nog een hypercar race doen. Oh, ah, nee, deze... Yikes. 10 seconden. Come on! Oh, no. No! Net niet, man. Goddammit. Misschien als ik die bocht goed had genomen, maar dan waarschijnlijk alsnog niet. Maar, ja, wat zullen we nou gaan doen? Ik kan... Kijk, dat was letterlijk waar ik het over wilde hebben. Oh, $43.000, Jesus Christ. We kunnen kijken naar die Carpass Challenges. Dat is misschien wel verstandig. Of we gaan gewoon nog een hypercar race doen. Ik weet niet precies wat die challenges waren. We kunnen eerst even kijken wat het was. Hebben deze mensen tablets? What the heck? Hij loopt erop met een tablet in zijn hand. Ik heb hem nooit gezien. What the fuck? Of is het een boek? Het is een tablet. Ik heb geen idee wat het is. Waarschijnlijk een tablet. Dit zijn de challenges die we hebben. Het is een rally raid race, een speed trap en een rally cross. Ik zou die speed trap kunnen doen. Maar volgens mij moet je er dan 3 doen, van wat ik me herinner. We kunnen ook even kijken wat die summit voor ons in petto heeft. Want dat hebben we ook nog niet gekeken.
Weet je wat, dan ga ik eerst even naar die summit. Misschien dat we daar nog wat bij hebben staan. Ik heb dit trouwens volgens mij afgelopen weekend gestreamd. Ja, zoals jullie kunnen zien heb ik hier eigenlijk vrijwel alles al gedaan. En hier zitten sowieso geen hypercar races bij. Ik had stiekem hoop dat ik die Porsche nog een keer kon gebruiken. En we zouden in principe hier nog iets kunnen doen. Weet je wat? Deze, want het is een Enforcer. Zou dat werken? Voor die challenge? Want ik moet een rally raid event doen. Zou dat kunnen proberen? Want dit is wel heel weinig punten. 64.000? We proberen het gewoon even. Wat zal ik pakken? Mijn Raptor of mijn Rebel? We zijn allebei exact dezelfde level. En qua speed scheelt het ook niks. Deze is blijkbaar 1 km per uur sneller. Maar ik pak toch de Raptor. We gaan eens even karren, boys. Let's go. Of we gaan auto's slopen. Dat gaan we doen. We moeten meer dan 64.000 punten zien te halen. Dat was ook nog wel echt bijzonder weinig. Nee! Oh my god, dit... You're gonna ace this. I know it. Ik dacht... Dit is een race. En ik krijg een, ik krijg een koe aan. Oké, okay, het voordeel is wel... Als het goed is, krijg ik hier sowieso... Die Car Pass Challenge voor. Als ik dit win. Maar dit was niet wat ik wilde gaan doen. Ik had letterlijk het idee dat dit zo'n politieachtervolging was. Ik denk, yes, daar had ik wel zin in. But no. Volgens mij is het ook best wel een flinke race. Want ook deze had ik afgelopen week op stream gedaan. Ik stream deze game niet veel. En de reden is omdat ik er meestal dus video's van maak. En er is niet genoeg content voor beide. Alleen met die... Oh, mijn sirene, kijk dan. Met die Carpass challenges, of beter gezegd met die Carpass in het algemeen, moet ik best wel veel spelen. Dus dan doe ik dat vaak op stream ook even bij. Of vaak niet, maar nu dan. Dus volg je mij nu op Twitch. Ga dat even doen, jongens. Link in de beschrijving. Ik ben eigenlijk bijna elke dag live, behalve op maandag. Dus super gezellig. Meestal met Warzone. Dat is een beetje mijn go-to game momenteel. Maar kom gewoon gezellig een keer langs, joh. Ik had eindelijk mijn Rebel moeten pakken, man. Die 1 km/u maakt het verschil. Sowieso. Het is wel grappig dat ze allebei exact dezelfde level zijn. Dat is niet bewust. Dat is gewoon toevallig. En helemaal auto's aan de kloten. Ik heb letterlijk niks geraakt. Kijk dan. What the hell? America! Fuck yeah! Ik rij 27 seconden voor op de objective. Damn. Ik ben ook wel benieuwd hoeveel punten ik ga krijgen. Want nogmaals, bij die shitty run had ik 64. Dus nogmaals, dit ding is niet maxed out. Dus ik zal nooit een hele goede tijd neerzetten. Ik denk dat ik toch wel 75.000 punten moet kunnen krijgen. Het is sowieso een beetje flauw met deze dingen. Kijk, als je niet het juiste level hebt met voertuig, dan maak je eigenlijk geen kans. Je moet eigenlijk allemaal gouden parts hebben. Dan krijg je extra boost. En dat maakt echt het verschil. Dat is ook de reden waarom ik nooit echt moeite doe voor die summits. Omdat ik ze toch niet kan halen, omdat ik die parts niet heb. En ik zou voor die parts kunnen grinden. Maar het interesseert me net wat te weinig om daar echt moeite voor te doen. En daar heb je de finish alweer. Dit was een nette run. Oprecht, dit was een nette run. Hier zijn we dan. De finish. En we rijden bijna 50 seconden voor. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. We moeten een tijd verbreken van 5 minuten 7. En wij krijgen 84.000. Dat is oprecht nice. Met die shitty parts die ik heb. Heck yes. Heck yes. Alleen, krijg ik volgens mij geen carpass. Nee, ja, wel carpass ding. Hij telt niet, of wel? Ik heb dat zojuist voor niks gedaan. God damn it. Dat is waar ook. Bij die summit events, dat telt niet. Het is letterlijk een rally raid. Alleen omdat het een summit event is, telt het niet voor die daily challenges. Oeh, look at that body. God damn. Reed er nou iemand mij voorbij met dezelfde auto? Ah, dat kan ik niet meer zien. Maar ik ga hier de video beëindigen, dus vond je het een leuke video? Laat sowieso een like achter, abonneer of meer, klik op de bel. En hoop tot al snel. Houdoe!